Over precies een uurtje gaat de show van start. Hoe is het met de zenuwen? Nou, de zenuwen zijn goed. Dit is vanavond mijn persshow en ik heb vanmiddag 2 persvrije shows gehad, onder andere voor mijn cliëntel. En dat was een warm bad, dat was een erg goed gevoel. Dus ik sta hier best wel relaxed mee. Ik heb natuurlijk 12,5 jaar lang groot in het Hilton getoond en nu ga je terug naar de value en dat is gewoon in je eigen cultuursalon. Waar je normaal je cliëntel ontvangt, geef je nu gewoon echt je salonshows. Waarom heeft u daarvoor gekozen? Ik was eigenlijk gewoon klaar na 12,5 jaar hele grote evenementen neer te zetten. En ik vond dat het steeds, dat ging niet meer over mijn werk. Het ging steeds meer over wie er was, op welke plek zat, in welke jurk. En ja, ik ben een createur die zijn eigen werk ieder half jaar presenteert. Ik ben de gastheer. En ik zou het, die waardering was een beetje zoek. En ik had toch steeds meer mensen die zeiden, nou, die grote persshows, dat is eigenlijk niet meer mijn ding. En het is ook niet iets meer van deze tijd. Ik denk dat dit een van de collecties is die dichtst bij mezelf staat. Ik vond het heel moeilijk om een persbericht te schrijven, omdat het eigenlijk iets is wat natuurlijk zo gecreëerd wordt tussen je oren, op papier, met je huismannequin en ook moelerend op paspoppen. En zo ontstaat mijn beeld van een collectie. En als je het een sfeer geeft, heb ik een soort minimalisme in cultuur, ben ik wel naar gaan zoeken. Toch met mijn eigen jus eroverheen. En mijn eigen kracht. Dus grafisch, ton sur ton, toon in toon. En echt weer terug naar totale pakken, langere tailleurs, bijpassende suède broeken. Het is echt een heel mooi, warm, dik, aangekleed winters verhaal geworden. Kijk, het leuke is als ontwerper is dat je, of je naar een tentoonstelling gaat, dansvoorstelling bezoekt, een geweldige film ziet of gewoon een hele avond doorhaalt in een leuke tent op een eiland. Alles geeft ergens een vormpje waarmee, wat je bovenin opslaat en daar filter je uiteindelijk gewoon je eigen piketpaaltjes uit. En zo ontstaat voor mij ook een collectie. Weet je, waar haal je inspiratie vandaan? Door gewoon heel goed te kijken en te elimineren van dat vind ik niet mooi, maar dat vind ik wel heel mooi. Nou, en dat is iets waar je mee verder gaat.